Dit is natuurlijk een wedstrijd waar iedereen naar heeft uitgekeken. We gaan zo live het duel in het Wembley Stadion volgen. Welgemeende welkomstgroet naar het Wembley Stadium, waar straks een startsein zal klinken voor een interessant duel. Ik ben Sjoerd de Vos en naast me zit Jeroen Guter. En vandaag hebben we de heenwedstrijd in de kwartfinale van het toernooi voor u in petto. Dit is Engeland tegen Schotland. Ik hoop niet dat het vandaag voorzichtigheid troef is, Sjoerd. Want laten we eerlijk zijn, geen van deze ploegen wil de heenwedstrijd natuurlijk verliezen. Ja. Het is de kwartfinale. Daar zit druk en spanning op. Maar tegelijkertijd verdient het wel een mooie wedstrijd. Of dat zo gaat zijn, nou, dat zien we zo. Dit zijn de 11 spelers waarmee de coach van de thuisploeg gaat beginnen. De trainer is waarschijnlijk in een nostalgische bui. Gezien zijn keuze voor deze ouderwetse 4-4-2-formatie. De Nederlanders zijn meestal liever vleugelspelers die diep staan. Maar ja, met deze klassieke 4-4-2 gaat dat verhaal niet op. Heeft inmiddels afgetrapt. Hij krijgt nu de ruimte om over de flank te gaan. De kans van heel dichtbij. De bal geraakt. En weer in het spel. Het gevaar is voorlopig weer geweken. In de loop gegeven. En een mooie kans. De plaat hier over de redding. De doelman blijft gefocust en duikt op het juiste moment. Die wordt kort genomen. Voorzet in het strafschopgebied. Nou, dat is toch prima opgelost zo? Nee, daar schrikt die keeper niet van. Zo pakt hij flink wat meters met de bal. Jeroen zonder een glazen bol erbij te pakken. Wat kunnen we verwachten van deze speler? Die legt ze er soms wel heel gemakkelijk in, hè? Ja, zie het. Ik kan me voorstellen dat ze behoorlijk geschrokken zijn van de vorige wedstrijd. Hè? Hij bleef de bal maar het doel inwerken, keer op keer eigenlijk. En ik kan me niet voorstellen dat hij vandaag die extra ruimte gaat krijgen. Hij raakt de bal kwijt. Ja, goed gedaan. De scheidsrechter keek het even aan, maar er was toch geen sprake van voordeel. Hij wordt weggewerkt, deze voorzet.
voor het doel gegeven. Niet goed weggewerkt deze bal. En dus, ja, maar terug naar de keeper. Kijk, dit is de scheidsrechter. Die is op doel geschoten. Ja hoor, en zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar dan zijn we er nog niet, hè. De verdediging doet er alles aan om die speler van de bal te krijgen. Geeft hem eigenlijk geen centimeter ruimte, maar die man is zo sterk als een beer en weet de bal dan toch nog in het doel te toveren. Bijzonder mooi. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Zo hoor je een sliding te maken. Goed werk. Een kans op een counter. Een steekpaas dan, ja. Dit lijkt gevaarlijk. Nee, jammer. Deze aanval loopt stuk. Op weg naar het doel nu. Helaas, een veelbelovende aanval komt toch ten einde. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Moet het doelpunt worden? Oh, hij dacht, ik maak er nog één, maar de doelman doet zijn werk goed. Hij houdt dit schot feilloos tegen. Korte corner. En het schot. Wat een enorme duik voor die doelman. Voorgegeven, maar kort gespeeld. Hij snijdt naar binnen met de bal. Als hij de bal maar niet snijdt, is die weg. En hij zit ertussen. Andrew Robertson. Hij rukt op richting tegenstander. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. De doelman staat zijn mannetje. Ja, gevaarlijke steekbal. Goed gezien, die steekpaas. Schot wordt geblokkeerd. Schildwijn. Ah, dat schot gaat naast. Die keeper, die geeft de bal gewoon weg. Oh, wat een kans. Ze zijn niet aan de problemen daar. Dit is wat simpeler, dit balletje. Goed te doen, naar die eerste redding. Ja, maar dat was een geweldige reactie. Prachtig keeperswerk. Ja, hij worstelt zich los. Heel dichtbij, de gelijkmaker dan. In de handschoenen van de keeper. Deze paas kan onderscheppen. Nog steeds aan het dribbelen, op weg naar het doel. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af.
zit de sliding in en pakt de bal af. Uitstekend gedaan. Hij krijgt nu de ruimte om over de flank te gaan. Ja, en dan gaan we eens kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Vrije trap genomen, op weg naar de 16. Nu zouden ze best kunnen counteren. Wordt deze uitbraak nog afgemaakt? Een kant van heel dichtbij. Voor open doel, maak het dan maar. Oh, wat een heerlijke dag. Twee keer gescoord al. De ene nog mooier dan de andere. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, nou ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1, geen enkele hulp van zijn ploeggenoot en ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Murphy. Hij zit druk en verovert de bal. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ze nemen voorbereidingen voor de hoekschop. En deze neemt hij kort. Prima redding. Voorgegeven, maar kort gespeeld. Met de bal naar binnen. Austin! Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Daar, en hij gaat maar net naast hem. Anders was het de doelpunt geweest. Op de wisselspeler veld. Mogelijkheden gezocht. Hier komt hij niet meer weg, vrees ik. Dit moet toch op zijn minst een kaart zijn? Maar de scheidsrechter besluit helemaal geen straf te geven. Ja, dat leek me eigenlijk ook. Dit was toch gewoon een doorgebroken speler? Nou, blijkbaar niet dus. Ze proberen de vrije trap tot doelpunt te verheffen. Ja, we vergeten het de keeper lastig te maken. Blessuretijd, 2 minuten. Hij haalt de pas eruit. We krijgen een inworp. En we gaan rusten. Niet weggaan, blijf kijken, zo dadelijk de tweede helft. Deze speler heeft nog geen stempel weten te drukken op dit duel, Jeroen. Ja, eenvoudig vaststellen. Bij deze achterstand wordt het eigenlijk nog eens extra benadrukt hoe weinig deze speler bij de aanval wordt betrokken. En daar zal hij ook zelf iets aan moeten doen, hoor. Door zich... De tweede helft is begonnen, hier op Wembley. Als hij uithaalt, zit hij. Ja, ta 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 ta, lekker op de
overdreven hoor, zei ze. Alweer 3 doelpunten voorsprong. Nou, hier nog eens de herhaling. Moet je nou toch eens kijken naar die uithaal. Wat een hard schot, zeg. Ja, ik snap wel dat de keeper deze niet uit het doel weet houden. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Hij blijft ze erin schieten, hè? Dit is alweer zijn derde van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè? Fantastisch gedaan. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. De bal wordt onderschept. Een schot. En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Kijk eens hoe hij die bal tegen de onderkant van de lat werkt. Echt een spectaculair gezicht. En zo hoog dat de doelman hem niet kan stoppen. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Goeie tackle en bal terug in bezit. Hij krijgt hulp. Komt dat schot? Hier betoond aan Hugo. Allemachtig! Wat een verschrikkelijke knal! Dit mag toch niet meer? Hier krijg je de boete voor tegenwoordig. Niet te houden natuurlijk. Die doelman die is volkomen verrast. Die had echt niet verwacht dat er van die positie op doel zou worden geschoten. Je zou ook eerder een paas verwachten. Een monsterscore inmiddels. 6-0. Afgetekend. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Dat is een mooie bal. Andrew Robertson. Murphy. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Opletten, keeper.
Nog steeds op weg naar het doel. Goed werk zeg, om hem daar af te pakken. Ze kunnen snel uitbreken nu. Dat moet toch lukken deze bal. Ja, goal en wat zijn ze op drie vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd, wat een dag. Ik heb zin in patat. Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt, hem nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt dat niet. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Murphy. Daar komt de voorzet aan. Van die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. Zo, die heeft vanmorgen weer de wandelschoenen gepoetst. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Geen problemen voor de doelman. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Simpel verspeeld door een mislukte paas. De scheidsrechter wil het door laten spelen, maar fluit alsnog. Goeie steekbal, hoog gespeeld. En hier gaat de speler te snel lopen. Ja, en dan is het buitenspel. Nou, de speler zal wel palen, want die steekpaas zag er echt heel gevaarlijk uit. Ja, dit is natuurlijk iets waarop geoefend wordt. Maar het betekent niet dat het altijd lukt. Verliest balbezit. Er ligt een counter op de loer. De verdedigers moeten snel terug. Ja, op doel! Dat schot komt niet zo uit de verf als ik dacht. De keeper redt. Hij onderschept de paas. Een fraaie dribbel hier. Waar gaat hij eindigen? De voorzet is onderweg naar de tweede paal. Daar pakt hij de paas. Stevig getackled, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Maar van uitstel komt niet altijd afstel. De scheidsrechter geeft alsnog een vrije trap. Er wordt een speler vervangen. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. Hij heeft de bal, maar lijkt ergens last van te hebben. Daar gaat het balbezit. Er is denk ik een counter mogelijk. Fletcher. Hij gaat verder. De bal wordt geraakt. En daar is een duik van de keeper voor nodig. Een nieuwe speler inbrengen. To be replaced by number 13, Barry Bannon.
Schiet deze kort. Richting het midden voorgegeven. Gevaarlijk dat hij daar de bal kan afpakken. Moeten ze dit snel uitspelen? Het leek of de counter schade kon aanrichten. Maar ze raken de bal kwijt. Goed de bal heroverd op de eigen helft. Wie roept deze dribbel een halt toe? We krijgen er 4 minuten bij. Ruimte op de flank nu. Hij parkeert de bal. Aanval wordt zo gestopt. Goed gedaan. Volgende keer beter. Gewoon die bal in het spel houden. Dat is helemaal niet nodig dit. Nog steeds aan de bal hier. Fluitsignaal. Eindigt deze eerste wedstrijd. Ze weten voor eigen publiek te winnen. En dat levert natuurlijk een mooi voordeel op in de returwedstrijd. Ja, met deze eindstand lijkt het er eigenlijk op dat er straks heel weinig mis mee kan gaan. Hè? Ze hebben de hele wedstrijd gedomineerd. Hebben dat ook nog eens weten om te zetten in een ruime overwinning. Het spel was prima. In de returnwedstrijd zal de tegenstander iets moeten forceren.